De Nederlandse glastuinbouw produceert en levert al jaren duurzame elektriciteit. De warmtekrachtinstallaties in de kassen die aangesloten zijn op het landelijke elektriciteitsnet zorgen voor warmte en CO2 en hebben een totaalvermogen van zo'n 3000 megawatt. Een vermogen dat net zo groot is als dat van 4 conventionele elektriciteitscentrales samen. Toch blijft de sector zoeken naar schonere en goedkopere vormen van energie. Een van die alternatieven is geothermie, ofwel aardwarmte. De geizers in IJsland zijn het meest bekende voorbeeld van geothermie. Voor de toepassing van deze energievorm in kassen worden 2 bronnen geboord tot een diepte van 2 kilometer. Het aanwezige water, dat op deze diepte een temperatuur van zo'n 75 graden Celsius heeft, wordt omhoog gepompt en door de kassen geleid. Nadat het water zijn warmte heeft afgegeven, wordt het via een tweede punt weer teruggepompt in de bodem. De watertemperatuur is dan nog 35 graden Celsius. Energie die op deze manier wordt gewonnen is duurzame energie. Er wordt immers geen gebruik gemaakt van fossiele brandstof en er vindt ook geen CO2-uitstoot plaats. 1 set bronnen, een zogeheten doublet, levert jaarlijks een hoeveelheid energie die gelijk staat aan 5 miljoen kubieke meter aardgas. Een hoeveelheid die voorziet in het verbruik van 3000 huishoudens en de CO2-uitstoot met 9000 ton vermindert. In glastuinbouwgebied Californië wordt voor wijnen en paprika's een eerste set putten geboord. Voordat de boringen starten, werd in september van dit jaar een seismologisch onderzoek verricht. Bij dit onderzoek worden trillingen in de aarde gebracht via trilplaten die onder grote druk zijn bevestigd. De weerkaatsing van de trillingen wordt opgevangen door zogenaamde geofoons die aan lange kabels door de hele regio geplaatst zijn. Op deze manier is de opbouw van de bodem tot op grote diepte in kaart gebracht. Belangrijke informatie die nodig is om de exacte locatie van de boringen te bepalen. Vanaf 2011 mikt Californië op het gebruik van geothermie. De boringen staan gepland voor eind 2010. Als het project succesvol is, worden meerdere putten in de regio geboord. Daarmee komen de duurzaamheidsdoelstellingen van Greenport Venlo en Klavertje 4 weer een stapje dichterbij.